Yo, welkom terug bij Goeie Vraag. Ik ben Tom en namens Gamersnet gaan wij natuurlijk jouw vraag beantwoorden, zoals we elke week doen in Goeie Vraag. En we konden er niet langer onderuit. Hij is zo vaak gevraagd. We moeten toch uiteindelijk eens een keer een punt zetten achter die hele console war. Kiezen we Xbox, kiezen we PlayStation of kiezen we een Nintendo console? De redactie gaat deze week beantwoorden welke console zij kiezen in de aldurende console war. Wie moet de console war winnen en PC doet niet mee? Dit is echt een van de moeilijkste vragen die ooit in Goeie Vraag zijn binnengekomen. Want eigenlijk is er geen juist antwoord. Ik bedoel, Xbox kwam met een heel plan rondom Kinect en altijd online. En dat werd afgeschoten door de community en daar zijn ze dus vanaf. Waardoor Xbox nu misschien wel voor mij de meest interessante console heeft. Maar weet je, je hebt natuurlijk Halo, wat ik heel vet vind. Maar goed, de laatste was misschien wel wat minder. Het aantal exclusives is wat minder. Dan hebben we PlayStation, die echt helemaal niks doet om, weet ik veel, iets te vernieuwen. Ja, op VR-gebied dan. En hun games, dat brengen ze gewoon uit. En dat gaat gewoon prima. En ja, en dan hebben we Nintendo met de Switch, die echt iets heel erg nieuws doet, maar die weer helemaal geen games heeft. I don't know. Ik denk dat ik op dit moment ga zeggen PlayStation. En dat zeg ik met heel veel terughoudendheid. En dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met PlayStation VR. Omdat ze daar wel geprobeerd hebben het lef te tonen om iets nieuws te proberen, wat relatief betaalbaar is voor de consument. Maar de software is nog niet genoeg, maar ik weet het niet. Uncharted is vet. PlayStation, maar duidelijk met een voetnoot eronder bij gebrek aan beter. Console wars zijn fucking debiel. Ik ben altijd wel die guy geweest die eigenlijk alle platformen een beetje speelt, behalve Xbox. Omdat we hadden thuis, ja, ik groeide op met een grotere broer en hij was dan de PlayStation guy, ik was de Nintendo guy en zo. Ja, eigenlijk hadden we zo alles wel een beetje covered. Want in die tijd was Xbox nog niet echt een ding rond PlayStation 1, Nintendo 64. Dus ik heb eigenlijk wel het meeste meegekregen van de consoles in die tijd. Alleen toen uiteindelijk echt de Xbox kwam, PlayStation en Nintendo, had je ook al grote console wars. Daarvoor ook al met Sega en Nintendo. Ik weet niet, ik heb me daar nooit echt in kunnen vinden. Omdat ik gewoon zoiets had van fucking speel alles, weet je. Er is zoveel moois te vinden in games, waarom zou je jezelf limiteren? Maar goed, je hebt mensen die fanatiek zijn en die graag zichzelf onderuit halen door een merk te vertegenwoordigen, want yay companies. I don't know man, ik vind het een beetje debiel. Maar als we het over deze generatie specifiek hebben, moet ik wel bekennen dat PlayStation in mijn ogen de console war aan het winnen is. Ik had graag gezegd Nintendo, want ik heb toch wel een stiekem klein, weet je, een beetje liefde voor Nintendo nog. Maar ik moet zeggen, ze zijn een beetje apart bezig. Ik bedoel, Switch is best wel tof en zo, maar bijna geen games. En af en toe maken ze nog wel eens questionable beslissingen, maar allemaal daar gelaten. PlayStation is voor mij de numero uno, omdat die, naar mijn idee, toch wel de beste exclusives heeft op het moment. Kijk naar een Persona, kijk naar een Horizon Zero Dawn, Gravity Rush, noem het maar op. Er is gewoon zat te vinden op die console. Als jij ergens van houdt, van welk genre dan ook, behalve misschien racing. Maar hey, er is zat andere games te vinden. Dan kan jij op PlayStation gewoon overal terecht. En dan heb je nog toffe exclusives ook. En ja, op Xbox vond ik persoonlijk altijd net iets te verspreid, te weinig exclusives. Je hebt ze wel, je had vroeger Halo en zo, maar dat komt nu ook allemaal naar PC. En dan kan je net zo goed gewoon een bak van een PC kopen als je die games wil spelen, want dan kan je ze net zo goed spelen. Hoef je niet zozeer een Xbox voor te hebben. Dus naar mijn idee is PlayStation wel de console war winnaar. Maar hey, dat wil niet zeggen dat ze niet alsnog lekker samen hand in hand kunnen lopen, toch? Toch? Bedankt iedereen, altijd, aller tijden, non-stop voor die vraag. Toevallig krijg ik hem op YouTube heel vaak binnen. Xbox, Nintendo of PlayStation? Ik denk niet dat heel veel mensen dat van mij weten. Waarschijnlijk de vaste bezoekers van Gamersnet wel, maar het gros van de passanten niet. Maar ik ben een Xbox-man. Vorige week ook al, de Xbox Elite Controller is mijn favoriete stukje gametech. Want makes sense, fucking mooi ding. En ja, persoonlijk,
als het gaat tussen alleen maar consoles, dus PC, daar gelaten, vind ik Xbox over het algemeen gewoon de meest relaxe policies hebben. En voorheen hadden zij altijd de beste exclusives, die ze nu ook weer uitlenen aan PC. Maar dat maakt niet uit. Gewoon nog steeds mooi apparaat, goede interface. Ik ben een sukker voor dat metro-design altijd. En gewoon die controller is gewoon, naar mijn idee, wat er nu geboden wordt, de beste controller op de markt. Natuurlijk zijn altijd mensen van, ja, hij is niet besnoerd, want er moet altijd een kabeltje tussen geprint. Nou ja, maakt mij niet uit. Ik vind het gewoon een hele fijne controller. En sowieso, de console aan zich is gewoon fraai. Gewoon hoe het eruit ziet, hoe het voelt. Oké, het heeft niet altijd even snel gewerkt en alle exclusives zijn ook weggedwaald. Maar alsnog blijft een soort van Xbox hart in mij kloppen. Omdat, ik weet niet, misschien hou ik wel gewoon van groen of zo. Maar nee, gewoon mooi console. Goede exclusives gehad, goede controller, goede support, prima internetondersteuning. En over het algemeen geldt wel dat Microsoft wel de betere gratis titels geeft bij natuurlijk Xbox Live Gold. Als ik af en toe kijk naar wat PlayStation Plus gebruikers krijgen, heb ik zoiets van... ja, leuk, weer 6 indies. Terwijl dan bij Xbox krijg je gewoon echt fatsoenlijke first-party titels en ook mooie third-party titels. Dat je denkt van, oh oké, maar die is vorig jaar uitgekomen, was een fantastische game, niet gespeeld. Hé, hier is hij met gratis met gold. Hoppatee, lekker. Dus ja, nee, oprecht. Gewoon hoe Microsoft in het leven staat en gewoon hoe de Xbox eruit ziet, hoe de interface eruit ziet, alles. Ik steun Xbox. Dus ja, daar ga ik nou waarschijnlijk superveel haat over krijgen. Maar goed, so be it. Het is gewoon een mooie console. Sorry. Ik heb gewoon gelijk. Ja. Ja, wie moet de console wars winnen? Ja, ik vind dat altijd een beetje... Kijk, vroeger had ik daar wel een soort van PlayStation Nation mening over, maar... We're PlayStation, Littlefinger. Nou ja... Tegenwoordig heb ik zoiets van, iedereen moet gewoon toffe games kunnen spelen. Of je voorkeur nou PlayStation is, of Xbox, of Nintendo. Ik vind het gewoon heel tof als bedrijven met goede games aankomen. En het is dan ook oprecht zonde als een bedrijf als... Ja, Microsoft games gaat cancelen en met weinig exclusives komen. Ja, zodat de Xbox ja, gewoon niet zo heel erg goed verkoopt. En dat is wel jammer, want je bent niet voor niks gamer. En ik vind het heel tof dat PlayStation zo goed doet deze generatie. Maar ja, weet je bent een gamer, dus je wil gewoon met vrienden kunnen gamen. Je wil parties openen, je wil toffe GTA-shit doen, je wil, weet ik veel, samenwerking games. En dat kan alleen als bedrijf ook investeren in goede ontwikkelstudio's, in goede games. En dat je hele toffe exclusives hebt, zodat mensen niet overstappen. Want vorige generatie was natuurlijk Xbox heel groot, Xbox 360. Ja, deze generatie is dat gewoon een stuk kleiner, omdat het ook tegenvalt qua games. Omdat ze misschien bepaalde strategieën op zijn gegaan waar mensen niet mee eens zijn. En weet je, mensen zijn dan toch heel erg beïnvloedbaar dat... Ja, een aantal mensen kopen een PlayStation en dan de rest van de vriendengroep koopt dan ook maar een PlayStation. Omdat, ja, weet je, je wilt toch samen gamen. Dat is best wel zonde dat mensen niet echt loyaal blijven. Ja, goed, ik vind het super tof dat PlayStation het echt awesome doet. En best wel met hele sterke games komt. Zowel natuurlijk exclusives als gewoon multiplatform games. Het ding staat wel als een huis en... Ja, goed, toch vind ik het jammer dat een Xbox het dan wel weer ja, minder doet. En dat je toch Xbox gamers ziet van, misschien koop ik dan toch wel iets anders. Maar het is een beetje hetzelfde als met Nintendo Switch. Het is een heel tof apparaat, maar er zijn gewoon nog wel heel erg weinig games. Ook al verkoopt de console heel goed. Het is heel erg jammer. Je moet het echt wel van de console, van de games hebben. Deze generatie, ja, PlayStation, we gaan het de volgende keer wel zien. God, ben ik genuanceerd. Mensen willen bij mij echt de PlayStation Nation vibe zien, maar ik pak jullie allemaal. De moeder. Ik ben genuanceerder dan jij. Die voor je. Mooi. Zodoende, daar heb je het. Dat zijn de consoles die wij zouden willen zien als de winnaar van de console war om het een of het ander. Heb je zelf nou ook zoiets van, nee, jullie hadden helemaal niet gelijk, het is iets compleet anders. En nee, het is niet PC, want het is niet echt de console, die staat los van dit alles. Maar goed, nee, vertel ons welke console jij verkiest als de winnaar van de console war en waarom ook vooral. En natuurlijk, ja, als je dat hebt gezegd, vertel ons ook welke vraag jij volgende week beantwoord zou willen zien in Goeie Vraag. Is het iets persoonlijk? Is het iets met de console? Gear, tech, nieuwe games, oude games? Maakt niet uit. Vraag ons jouw vraag en dan zie je misschien volgende week in een nieuwe Goeie Vraag hoe die beantwoord gaat worden. Ik was Tom van Gamerset.nl. Vergeet niet ons kanaal te checken op YouTube. De website een keer uit te checken voor allerlei toffe nieuws, reviews, trailers, whatever.
En tot volgende week, denk ik, of daarvoor. Want hey, we zijn niet alleen hier nu live, we zijn ook de hele tijd soort van bezig met wat we doen.